De giveaway actie had ik van deze Wie is de Mol joker. Dus die ga ik ook nog even bekendmaken. Ik denk dat Ron Boszart mee gaat doen. Ik weet het wel zeker. Want, weet jij het zeker? Dag Ron. Waarschijnlijk word je nu al overspoeld met appjes, maar toch... Wacht even. Gefeliciteerd. Wacht even. Mag je dit wel zeggen? Krijg je nou geen boete? Dag beste moloten en beste tunnelvisionairs, tijd voor een nieuwe video van WIDM-TV. En ik zit hier vandaag niet alleen, nee, ik zit hier vandaag met Kreno. We gaan het in deze video in ieder geval hebben over de ontknoping van seizoen 20 van Wie is de Mol. En wat wij van het hele seizoen 20 vonden. Ja. Laten we beginnen. Laten we inderdaad eens even beginnen met de ontknoping. Rob bleek de mol. Ik werd zaterdagochtend, dus de zaterdag van de ontknoping, werd ik 's ochtends geïnterviewd door Radio 1. En ik werd op het einde best wel bruut afgekapt. Echt? Ja, behoorlijk. Durven ze dat bij jou? Ja. Laten we daar eens eventjes heel kort naar gaan luisteren. Ja, ik ga daarover praten met Sam de Man, Molloot, want zo noemen we de fans van het programma, hè, van het eerste uur. Ik heb begrepen dat je al 20 jaar fan bent. Ja, dat is zeker waar. Nou, zeg maar, wie is de mol? Ja, dat is dit jaar toch een beetje lastig. Ik heb vanaf aflevering 1 al mijn punten op Nathan ingezet, dus daar blijf ik dan getrouw. Nathan Rutjes is dat, hè? Bij mijn mol Nathan, jazeker. Maar ik gok dat het hoogstwaarschijnlijk Rob gaat zijn. Oké, dus je zit nog een beetje in een soort dubio. Ja, nou ja, ik ben er vrij zeker van dat het haast wel Rob moet zijn. Vanwege alle hints en dergelijke. Maar ik blijf gewoon lekker in mijn Nathan-tunnel zitten, zoals wij Moloten dat dan noemen. Nou, dat was mijn interview van die ochtend. En daarin zeg ik dus onder andere ook, ik denk dat Rob de mol is. Ik denk het moet haast wel Rob zijn. Maar ik blijf mijn punten in ieder geval getrouw op Nathan in mijn geval inzetten. Omdat ik vanaf aflevering 1 al mijn punten op Nathan heb ingezet. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ik heb 9 afleveringen lang al mijn punten op Nathan gehad. Ik heb ze nog allemaal. Waarschijnlijk verlies ik ze nu allemaal. Maar hey, godzegen de greep. We gaan er gewoon voor. Nee, mijn punten had ik eigenlijk in het begin op mijn Luska gezet. Ja. Toen ben ik geswitcht naar Rob. 2 afleveringen of zo. Mm-hmm. Toen had ik ja, maar ik wil eigenlijk toch wel heel graag naar Luska. Het is niet werd toen ook weer al verdacht. Dus toen ben ik weer naar Luska gegaan. En de laatste aflevering van Rob. Nee, ik ben geëindigd met het welbekende achterroljakkersgebaar. En wie is de mol? 0. 0 euro in de pot. Oftewel 0 punten in mijn app. Ja, precies. Laten we eerst even kort bespreken wat wij vonden van het hele seizoen. En dan gaan we daarna eens even vragen van onze kijkers beantwoorden. Ja. Want die hebben ze best wel ingestuurd. Ja. Best ja, wel ingestuurd. Ja, ja. Leuk. Voor dat seizoen 20 begon, nog voor de zomer 2019, heeft regisseur Rick McCullough van Wie is de Mol, die al vanaf 1999 de regisseur is van Wie is de Mol, heeft een paar posts destijds op Instagram geplaatst. Welke kandidaat zouden jullie ooit nog terug willen zien in Wie is de Mol? Welke mol zouden jullie ooit nog terug willen zien in Wie is de Mol? Welke opdracht zouden jullie ooit nog eens terug willen zien van oude opdrachten in Wie is de Mol? Waardoor dus alle fans ook meteen begonnen te denken, oké, seizoen 20, speciaal seizoen. Het is de 20ste editie, dan zal er wel iets bijzonders gaan gebeuren. Nou, dat verwacht je wel. Dat verwacht je dan wel, ja. Nou is er een bekende van ons, is meegeweest als productieassistent. Dus die hebben wij ook helemaal het hemd van het lijf gevraagd. Natuurlijk heeft hij helemaal niks gezegd. Nee, zelfs niet toen we ondersteboven hielden boven een ravijn. Nee, niks. Nee, helemaal niks. Zelfs toen we een joker aanboden, een echte Wie is de Mol joker, niks. Niks, helemaal niks. Nee. Dus bij deze, maar niks. Super goed gedaan dat jij je mondje helemaal dicht hebt gehouden. En ook super irritant tegelijkertijd. Maar dat maakt niet uit. We snappen je. Toen begon seizoen 20. En de opening was best wel tof. Ja. Dat ze daar een keuze moesten maken. Geluk of wijsheid. En
met al die krijgers, denk ik. Chinese krijgers, zeg maar. Kindjes, kindjes die kinderen en volwassenen. Ja. Dat vond ik heel tof. En toen dacht ik, oh, seizoen 20, spannend. Ja, en ook die jaartallen leuk. Dan denk ik, oh, die jaartal, ja, nee, dat is waarschijnlijk echt iets van... Die sleutels. En uit dat jaar komt er nog iets. Nou ja, nee. Nee, nou, oké. Dus de opening was super. En vanaf dat punt, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik vond de opdrachten in de basis, hoe ze bedacht waren, super tof. Maar de uitwerking, ik moet vooral zeggen, de montage ervan, die viel me echt heftig tegen dit seizoen. Ja. Je zag de opening van een opdracht, je zag de afsluiting van een opdracht. En alles wat er tussenin zat, niet bij elke opdracht, maar bij verreweg de meeste opdrachten, door elkaar gemonteerd. Ja. Dus je wist bij geen enkele opdracht wie stond nou exact waar, exact wat te doen. Wie heeft er wat gezegd? Wie heeft ervoor gezorgd dat die foto wel of niet gemaakt is? Wie heeft ervoor gezorgd dat die auto daar of daar niet of wel goed stond? Je wist het gewoon niet. En je kon het met geen mogelijkheid eigenlijk achterhalen. Nee. Maar aan de andere kant duidelijke molacties in beeld gebracht. Net zoals dat Rob daar die verkeerde dingetjes staat op te noemen. Ja. Die parkeeropdracht. Ja. Was heel duidelijk in beeld. Ja, absoluut. En dan denk je eigenlijk al als kijker van dat brengen ze echt niet zo duidelijk in beeld. Wel dus. Ja, inderdaad. Er waren, dan moet ik heel eerlijk zeggen, als we het dan toch nog even ook over de ontknoping hebben, los van het seizoen tot dan toe. Vanwege het coronavirus was er dus geen live ontknoping met publiek. Er was wel een live ontknoping, maar niet met publiek. Ik was daar eigenlijk helemaal niet zo rauwig om. Ik vond dat eigenlijk heel fijn, omdat ik hoopte, dan krijgen we niet dat er constant met buiten geschakeld worden. En wie denk jij dat de mol is? En wat vond jij van dit seizoen? En wat vond jij? Nou, inderdaad, je zag best wel, ze namen best wel ouderwets. Veel meer beelden te zien, ja. Veel meer. Ze namen ouderwets lekker veel opdrachten door met de mol. Ja. Nadat de mol bekend werd gemaakt. Vond ik heel tof. Ja. In het graanveld, dat ze moesten bellen naar Rick. Ja. Daar zie je hem inderdaad een soort van een meter bijpakken. Inhouden. Ja, ja. Of goed, en de waaier, kijk, als jij Chinees kent, er is één waaier geweest. En er is natuurlijk ook wel, door het terug te kijken en langzaam te bekijken, is er ook een waaier geweest van hier staat de mol. Dat is ook wel. Dat is ook een duidelijke geweest. Ja. Is ook, maar ja, je krijgt zoveel dingen. Je krijgt zoveel te zien dat je op een gegeven moment alles ga je als kind zien. Nou dat. En ik moet zeggen, hoe langer Wie is de Mol duurt, dus hoe meer seizoenen dat er nu zijn, hoe beter dat, of hoe slechter eigenlijk, dat de montage ervoor zorgt dat wij er totaal niet achter gaan komen wie de mol is. Ik vond de locaties dus echt te gek. Ik vond de opdrachten, hoe ze bedacht waren, dus hoe ze uitgevoerd hadden moeten worden, vond ik ook echt, echt te gek. Dus regisseur Rick, die heeft de meeste opdrachten bedacht. Super. Alleen, ik vond dus de montage, viel me echt, echt heel erg tegen dit jaar. Gewoon dat we gewoon niks konden zien eigenlijk. Ja, we konden wel iets zien, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. We konden niet letterlijk een follow the money doen, omdat je gewoon niet kunt zien wie heeft wat waar nou wel of niet gedaan. Dat kon je gewoon niet zien. En dus zaten wij, moloten, ik weet niet hoe het met jou was, maar ik zat het hele seizoen te wachten op, nou komt er een oud kandidaat met een filmpje. Of er staat een beeld van Marjorie Huibrechts. Of er staat Al was het net zoiets als in het seizoen met Klaas, met die hoofden. Met die hoofden, inderdaad. Fantastisch. Gewoon altijd zoiets ingedaan, dan toch een soort van, dat het echt het 20e seizoen is met iets over de oude seizoenen. Ja, precies. Totdat de ontknoping kwam. Dus ik zat me 10 afleveringen lang een soort van op te vreten. Dat ik dacht, is dit nou een jubileumseizoen? Nou, een porseleinen seizoen. We zitten in China, daar wordt porselein gemaakt. Toen dacht ik, als dit het is, sorry Wie is de Mol. Ik zal het altijd blijven kijken. Maar dit viel me toch tegen. En toen kwam de ontknoping. Toen was de hele ontknoping geweest. De ontknoping! De mol gaat voor kortere duur ondergronds, want we hebben een cadeau voor jullie. Vanwege het 20-jarig bestaan van het programma komt er na de zomer een extra seizoen van Wie is de Mol. De ontknoping! Fantastisch! Wat? En het is gewoon al opgenomen ook. Het is al opgenomen, hoogstwaarschijnlijk in
Italië. Ik vraag me af, zijn dat 10 afleveringen? Zijn dat er 5? Ik denk dat Ron Boszart mee gaat doen. Ik weet het wel zeker. Want, weet jij het zeker? Meteen na de ontknoping, dus nadat het nieuws bekend werd gemaakt, er komt nog een extra seizoen na de zomer. Nou, toen wisten we als moloten zijn eigenlijk al, dat moet met of oud-kandidaat, of oud-mollen, of oud-eerste afvallers, of nou, zoiets moet het zijn. En ik heb natuurlijk video's gemaakt vorig jaar, vorig seizoen, met Ron samen. Dus ik heb Ron zijn nummer. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga Ron gewoon eens even lekker een beetje prikken, even appen. Dus ik stuurde, dag Ron. Waarschijnlijk word je nu al overspoeld met appjes, maar toch nog een kansje in het speciale extra seizoen na de zomer. Wacht even. Gefeliciteerd. Wacht even, mag je dit wel zeggen? Krijgt hij nou geen boete? Nee hoor. Oh. Ik zei, ook al kun je daar niks over zeggen natuurlijk. Uitroepteken. Waarop Ron deze reactie terugstuurt. Ja, ik begreep het al niet. Ik heb iets te snel gezept. Ik heb net even teruggekeken. Maar ik vroeg me gelijk af wanneer ze dit gaan opnemen. Zou ook een mooie kans zijn voor onbekende Nederlanders. Ron, je bent een schat van een mens. Maar liegen kun je niet. Ik vind je echt fantastisch. Maar sowieso dat jij in het extra seizoen zit. Ja, sowieso. Moet wel. Ja. En de eerste kandidaat is Ron Boszart. En de tweede kandidaat is Ron Boszart. En de derde kandidaat is Ron Boszart. Dat wordt een greenscreen seizoen. Afijn, wie willen we nog meer terugzien? Ik ga even voor mezelf spreken. Ik zeg Horace Cohen. Ik zeg Janine Abring. Ik noem een, vooruit, Nicky Tutorials. Mark-Marie Huibrechts uit seizoen 5. Ik kan me nog herinneren, Daniel Boissevin. Die vond ik ook hilarisch. En natuurlijk, ik sta hier, mijn seizoen van Wiesbol. Margriet, terug naar jou. Nou, en Angela Groothuizen, maar ik weet niet of... Alle autisitatoren, oh. Ja, maar ik weet niet of ik Angela zou willen zien als presentatrice of als kandidaat. Maar het kan ook zijn dat zowel Rick van der Westerlaken als Angela Groothuizen, als Karel van der Graaf, als Pieter Jan Hagens, als Art Royakkers, alle 5 een soort van een keer iets presenteren in dat seizoen. Ja, of ieder 2 afleveringen. Of dat alle oude presentatoren, dus dat Rick van der Westerlaken het gewoon presenteert, maar dat alle oude presentatoren ook een kandidaat zijn. Ja, dan hebben we nog kijkersvragen die we eventjes gaan beantwoorden. En ik heb natuurlijk nog de giveaway actie had ik van deze Wie is de Mol? Joker. Dus die ga ik ook nog even bekendmaken. Oh. Helemaal nee. Nee, Corné. Helemaal aan het einde. Ik neem een vreestelling mee naar huis. Nee. Dus die gaan we straks ook nog bekendmaken. Kijkersvragen. Daar moet nog aan gewerkt worden. Maar goed. Van Wie is de Mol fan 9. Wat vonden jullie van de opdrachten dit jaar? Hebben we al een klein beetje besproken natuurlijk. Ik vond de opdrachten heel erg gaaf. Nou, meen ik oprecht. Is het 1? Dan ga ik toch met die parkeeropdracht. Met al die oude namen van mollen als straatnamen. En dan ga ik voor de Mollandse keuken. Ik heb me kapot gelachen. Echt waar. Fantastische opdracht. Vraag van Frido.Kramen. Of Crane. Wie is de mol? Nathan Rutjes. Milushka. Ja, precies. WDM_2020_hints. Wat vinden jullie van de molacties? Nou, ik vond ze eigenlijk stiekem best wel goed. Ja, ik ook. En ik vond het echt heel grappig ook dat Rob gewoon op die vaas gewoon aan baat gewoon eraf wordt. En ik hadden had we wel een beetje iets verwacht, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Want je zag gewoon nooit dat er een vaas viel. Terwijl dus hij zijn ding. Ja, ja, precies. Ja, dus hadden we eigenlijk al kunnen weten, ja, dat moet Rob gewoon zijn. Maar hij heeft echt wel hele goede acties gedaan. Ja, absoluut. Vind ik ook. En normaal gesproken zie je niet zoveel acties. Nee. En dan zie je er 2 of 3 met die nieuwe live finale. Ja, en nu zag je er een stuk of 8 of zo. Er waren nog wel wat opdrachten. Ik denk van, wat heeft hij daar dan gedaan? Ja. En die heb je dan niet gezien. Maar goed, misschien heeft hij daar ook niks kunnen doen of gedaan. Of dat kan ook. Nee, dat klopt. Jacco Schil. Wat vonden jullie de leukste opdracht van dit seizoen en welke het minst leuk? Nou, de leukste vond ik dus de parkeeropdracht. Een van de leukste. En die met de hovercraft vond ik ook heel vet. Met die tafel
met die vragen dat je je antwoord door moest draaien. Oh, ja. De pokertafel of zo heette ja, die, geloof ik. Ja, ja. Vond ik echt een hele leuke opdracht. Ja, die was mijn minst leuke opdracht. Ik ga heel even in mijn boekje. Ik vond de minst leuke opdracht, vond ik de opdracht met de waaiers. En dat kan ik best wel simpel uitleggen. Daar valt voor ons, totdat we weten waar het precies zat en ja, daar heb je als kijker gewoon vrij weinig aan. Behalve dat je ergens in je achterhoofd te horen krijgt, jullie hadden kunnen zien wie de mol was. En dan weet je gewoon, ik kan niet zien wie de mol is. Want zo werkt de montage. Ja. Dus ik vond dat geen interessante opdracht. Wel voor de kandidaten, niet zozeer voor mij als kijker. Arno Kind, die vraagt, vonden jullie dit een waardig jubileumseizoen? Hebben we het ook al wel een beetje over gehad. Dit vond ik geen jubileumwaardig seizoen, maar we werden dus bij de ontknoping, en deze vragen zijn van voor de ontknoping allemaal binnengekomen. Ja, inderdaad, er werd dus gezegd, we krijgen nog een extra seizoen, want het is een jubileumjaar. Dus toen dacht ik, oké, dan maakt dat jubileumwaardig me niet zoveel meer uit. Maar ze hadden wel een soort van een hint erin mogen stoppen voor ons, als kijkers, als moloten, om te achterhalen, oh wacht, er komt na dit hele gedoe nog iets. Ja. Dat had wel fijn geweest. Ik vond het in dat opzicht, ik vond het een leuk seizoen. Het werd een beetje te veel gehyped van het ja. jubileumseizoen. Maar het was wel een leuk seizoen. Met hier en daar gewoon kleine hints naar oudere seizoenen. Ja. Zoals met die werelddelenroute. Ja, en de namen van de moloten van het forum. Precies. En die parkeerdinges met al die namen van oud-mollen en zo. Dus het was een leuk seizoen. Maar de verwachtingen waren net te hoog. Ja, als dit niet seizoen 20 was geweest, maar seizoen 19, had ik het een veel leuker seizoen gevonden. Sports_updatesNL. Die vraagt, de leukste kandidaat van alle 10, voor mij Nathan Rutjes. Ik heb me kapot gelachen om die gast. Ja, je zou denken dat ik zou zeggen Meluska. En dat is ook zo. Onze bolletjes. Omdat we daar toch heel veel en op hebben zitten letten waarschijnlijk. Ja. En omdat we die gewoon niet zomaar hebben gekozen. Ja. Thomas de Scharminkel, die vraagt, welke opdracht hadden jullie heel graag zelf willen doen? Dat vind ik een goede vraag. Hovercraft, als ik er één moet kiezen. Of de parkeer. Ja, nee, die brug. Ik denk dat oeh, die glazen brug. Ja, want dat lijkt me gewoon heel spannend ook. Oh, die was ik alweer bijna vergeten, die glazen brug. Nee, die had ik niet graag zelf willen doen. En een vraag van Tamara_Hemeltje. Hadden jullie niet, net als ik zelf, iets meer van dit jubileumseizoen verwacht? Hebben we dus inmiddels inderdaad al besproken. Ja, daar hadden wij iets meer. Wie is de Mol fan 9? Die vraagt, Sam, wanneer ben je begonnen met Wie is de Mol hints te behandelen op YouTube? Ik ben daarmee begonnen in 2017. Ja, ik kan ook denken, hè? Of zoiets, wij zijn ongeveer tegelijk begonnen. Berend... Botje. Nee, niet Berend Botje. Berend Lol Kama, of Sama, die vraagt, ga je een keer een Wie is de Mol escape room maken? Lijkt mij leuk. Luister. Als mijn zoon straks 24 is, en die is nou 3 maanden, en als ik iets meer tijd om handen heb, ik zit wel thuis vanwege het coronavirus op dit moment. Niet omdat ik zelf iets heb, maar omdat mijn werk dicht is. Maak je geen zorgen. Blijft 1,5 meter. Dan lijkt me dat een fantastisch idee. Maar ik denk dat als ik dat zou doen, dat ik heel de AVROTROS en IDTV op mijn dak krijg. Dus misschien dat AVROTROS of IDTV daar zelf is een keer mee komt. En ik werk bij een escape room in Breda. Dus AVROTROS, IDTV, als jullie kijken, we hebben nog 1 ruimte helemaal open. Mochten jullie voor volgend seizoen een tijdelijke escape room willen bouwen, neem contact met me. Maar het zou inderdaad wel grappig zijn met dat één iemand die de escape room speelt al precies weet wat hij dus allemaal moet gaan doen om eruit te komen. En dat hij ervoor moet zorgen dat de rest er dus niet uitkomt. Ja, dat zou wel grappig zijn. Dat zou hilarisch zijn. Dan hebben we nog de giveaway. Ik ga scrollen door de reacties. Ja. En ik scroll terug en ik scroll heen. Dus het maakt niet uit of je als eerste reactie of als laatste reactie hebt geplaatst. Ik scroll constant op en neer tussen alle reacties die jullie hebben achtergelaten op mijn vorige video, waarin ik de audio van Rob had ontcijferd. En waarin ik zei dat je deze kon winnen. Deze Wie is de Mol Joker. Het enige wat je daarvoor hoefde te doen was even abonneren op mijn kanaal en een reactie achterlaten met waarom dat jij deze joker graag zou willen winnen. Oh shit, ik ben vergeten te reageren. Ah, maar je hebt wel geabonneerd.
Ja, sowieso. Toppie. We zitten op iets meer dan 6000 abonnees nu. Als we aan de 10.000 abonnees zitten, dan ga ik dus de groene vrijstelling weggeven. Oh, ik ben benieuwd. En we hebben dus nog heel veel video's te gaan dit jaar, want er komt nog een seizoen aan. Woe! Maar goed, ja. Tijd voor jou oh? om iemand aan te gaan wijzen. Oh. Door stop te zeggen. Oké. Okay. Ik ga nu scrollen. Ik ga terug scrollen. Ik ga weer heen scrollen. Stop. En het is... Douche Power. Ik wil de joker graag omdat ik zo'n grote fan ben en ik ook eens een echte ervaring wil met het spel. Douche Power, deze is voor jou. Stuur me eventjes een berichtje op Instagram, WIDMTV. Stuur me even een DM en laat eventjes jouw adres achter voor mij. Dan zorg ik ervoor dat deze naar jou wordt opgestuurd. Dus nogmaals, bij 10.000 abonnees geven we een groene vrijstelling weg. Oh, die willen we allemaal. Maar hey, als je dan toch bezig bent, abonneer ook even op Kreno zijn kanaal. Corné, ja. Ik ga jou geen hand geven, maar heel erg bedankt dat we samen deze video hebben gemaakt. Ik vond het toch een leuk seizoen, ook al had ik er in de basis natuurlijk wat meer van verwacht. Vond ik het achteraf toch echt wel een heel tof seizoen. Het was inderdaad een heel tof seizoen en... Ze mogen in de montage iets meer laten zien. Want... En het wordt gewoon een verder rij dit jaar, want we krijgen er gewoon nog één. Dat is nog een heel seizoen, dat betekent nog meer video's met jou maken. Ja! Joepie! Hopelijk kunnen we wel fatsoenlijk naast elkaar zitten, want dit is echt wel heel raar. Dit is gek. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jij het ook een heel erg leuk seizoen hebt gevonden. Of dat je er ook een hele andere mening over hebt dan dat. Dat mag ook. Laat het zelf ook eventjes weten in de reacties hieronder. En kijk vooral ook bij Corné zijn video op zijn kanaal. Zelfde video, anders gemonteerd. Precies. En dan zien we jullie over een aantal maandjes weer. Jazeker.